Ik zit op de grond, bij een hele mooie stelling. En dan denkt u, het is tijd voor een Super Series legende. Nee, het is niet tijd voor Kevin Painter. Denkt u, we gaan rondjes rennen. Nee, helaas, ik zit. Geen Wayne Mardell. Het is tijd voor Rocky. Josh Rock. Ja, Josh Rock, de man die op dit moment iedereen het vuur aan de schenen legt als opkomend jeugdtalent. Gaan we eens kijken naar zijn pijlen. Het is eigenlijk een hele standaard pijl, terwijl eigenlijk de meeste mission dingen lijken op pijlen van Target. Als we de pijl even neerleggen, dan kan je heel mooi zien dat alles blauw gecoat is. Het is best wel een lichte coating, dus niet heel grof. Alleen als je de andere kant op gaat, dan wordt hij wel wat grover. Met de richting mee glijdt hij mee, en de andere kant op is hij wat stroever. Ik ben benieuwd hoe dit vasthoudt. Ja, en als je altijd op hetzelfde punt vastpakt, is het best moeilijk bij deze pijl, want alles voelt hetzelfde. Ik ben benieuwd wat dat gaat geven aan het bord. Pijlen van George Rock. Kort chappie, chaffie erop. Kijken wat het geeft. Het voelt als een hele simpele pijl. Iedereen zal hiermee overweg moeten komen. Ik denk dat het dicht aan leunt tegen de Noppetpijl van 2 afleveringen terug. Voor de 22 grams pijl vind ik hem wel wat zwaarder aanvoelen. Vooral als je hem in je hand hebt van tevoren. Als je de pijl aan de voorkant pakt, is een grippuntje bij deze pijl zeker niet verkeerd. Ik zal er een target grippijltje in zetten. Dat zijn echt de betere grippunten. De pijlen komen gewoon vrij vlak in het bord, omdat het gewicht goed verdeeld is in de pijl. Gaan we eens kijken, de laatste 9 pijlen. Kijken of ik de regeldatum van George Rock kan verbeteren. Ja, toch eentje, is toch iets. Naar de laatste 3 pijlen voordat we naar de eindconclusie gaan. De grip ligt wel heel lekker in de hand. Dat is echt een voordeel bij deze pijlen. En je merkt ook gewoon dat het echt heel lekker naar het bord vliegt. Benieuwd naar de eindconclusie. De George Rock 95% pijlen. Echt fantastische pijlen. Liggen lekker in de hand. Kan er alle kanten mee op. Alle soorten flights en shafts kunnen er natuurlijk op. Ik denk dat je met elke flight en shaft wel uit de verf moet komen, normaal gezien. En dit is echt wel de simpelste en de standaardste pijl. En ik denk voor de beginnende darter, die je stapje hoger wil, de pijl. Ik denk tot nu toe een van de beste pijlen die ik getest heb in mijn reviews. Wil je deze pijlen nou ook? Ze zijn uiteraard groots op voorraad bij Dutch Shop Midden-Nederland in Kootwijkerbroek. Waar we ook deze prachtige flights van gebruiken tijdens onze serie. Wil je nou zelf ook andere pijlen zien in een nieuw seizoen van mijn reviews? Laat het achter in de comments. Laat een duimpje achter op deze video en abonneer je hier beneden op ons YouTube kanaal. En dan zien we jullie bij de volgende Mice Reviews.